De graafschap wil de sterke partij tegen NAC Breda zaterdag een goed gevolg geven op bezoek bij het geplaagde FC Dordrecht. De hekkensluiter van de competitie ontsloeg deze week de trainer. Maar voor aanvang wil trainer Mike Snoei niet spreken van een makkelijke wedstrijd. Dan denk je dat je dat 10 of 20 procent minder uh, kan doen. Dat, dat, dat gaat niet meer tegenwoordig. En zeker dit soort ploegen waar dan net de trainer is weggestuurd, waar wat irritatie is. Ja, dat zijn gevaarlijke tegenstanders. Dus. We nemen ze ook heel serieus en we gaan ook zo sterk mogelijk proberen aan te treden. Een uitwedstrijd ja, is nooit uh, heel makkelijk, denk ik. Ja, Dordrecht net de trainer ontslagen. Je weet nooit hoe ze dan uh, weer uit de dag komen. Misschien wel extra gemotiveerd. Maar ja, als je tegen NAC wint en dan uit een Dordrecht moet, dan moet je net zo scherp zijn, denk ik. En uh, ook daar die drie punten uh, zien te pakken, denk ik. Dordrecht, dat uh, Harry van der Ham eruit gooide. Uh, hoe kijk je daarna dus zo vroeg in het seizoen al. En als dan het probleem bij de trainer ligt, vind ik altijd wel bijzonder. Want uh, de mogelijkheden zijn beperkt bij Dordrecht. En ik ken Harry, een geweldige collega, dus uh, ontzettend jammer dat hij dan uh, kind van de rekening is. Maar oké, okay, uh, wij moeten gewoon deze wedstrijd naar ons toe trekken. Want uh, wat heb je aan een prachtige overwinning tegen NAC als je punten laat liggen in Dordrecht. Alleen, uh, het zijn gevaarlijke tegenstanders. Je moet uh, 100% uh, bij de les zijn. Sven Blemol maakte tegen NAC na acht maanden zijn train aan een hemstringblessure. Ik heb een paar kleine terugslagen gehad uh, vanwege die hemstring waar ik een tijdje last van heb gehad. Uh, ja, nu, eigenlijk twee weken volledig fit en uh, ja, eindelijk mijn eerste minuten van uh, dit seizoen weer gemaakt. Dus daar ben ik wel super blij mee. Kijk, ik ben hier uh, natuurlijk gekomen om, uh, om te spelen. En toen heb ik een kleine blessures gehad. En met de corona is het allemaal een beetje lastig geweest. Niet heel veel wedstrijden tot nu toe nog uh, gespeeld. Dus ja, komen hier nog uh, genoeg te kunnen bewijzen en uh, genoeg minuten te maken. Dus nu lijkt geen wijzigingen door te willen voeren in zijn opstelling. De blessure die Daryl van Michem tegen Nak opliep, valt mee. Maar twee aanstaande bevallingen zorgen voor vraagtekens achter de naam van de flankaanvaller en die van Ted van der Pavert. Derel gaat goed. Er was een kneuzing op de knie. Uh, uh, het vrouwtje van Derel staat alleen op het punt van bevallen. Dus uh, uh, daar is hij nu ook even mee bezig. Dus dat is prachtig nieuws. Hey, maar uh, ik, ik reken wel op hem.